Het is vandaag precies 3 jaar geleden dat de aanwezigheid van het COVID-19-virus officieel werd vastgesteld in Suriname. Het virus werd in november 2019 ontdekt in Wuhan, China, en ging daarna razendsnel de wereld over. Suriname kende in deze 3 jaren 5 golven. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zegt dat na een dynamische periode voor de volksgezondheid en voor het hele land de situatie nu rustig is. Echter wil dat niet zeggen dat COVID-19 niet meer bestaat in Suriname. De bewindsman wijst erop dat afgelopen week de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar het verloop van COVID-19 in Suriname is gepresenteerd. Daarin is naar voren gekomen dat Suriname zich op het gebied van volksgezondheid beter moet gaan voorbereiden op toekomstige pandemieën. Maar door de pandemie heen heeft het ministerie ook goede aanpakstrategieën gekend. We hebben gezien dat mensen bij konden bellen en voor hulp, et cetera. Er waren testen aanwezig. We hebben alles zoveel mogelijk gedaan binnen de mogelijkheden die de regering heeft. Uiteraard met ondersteuning van organisaties, bedrijfsleven, buitenlandse bevriende naties. Dus zo ziet u dus dat ding. Wat de situatie nu is, is dat we sinds 1 april 2022, dus nu een jaar terug, de COVID-zorg hebben geïncorporeerd in de reguliere zorg. Dus we zijn gegaan naar een afschaling van de COVID en opschaling van de reguliere zorg. En ja, de schade aan de zorg is immens geweest voor Suriname. En we zien dus nu nog steeds die inhaalslagen en die schade dagelijks boven water komen. Het neemt niet weg dat er nog steeds COVID-gevallen zijn. De grootste troost en de grootste opluchting die we hebben is dat er geen nieuwe varianten zijn die ziekmakender zijn dan Omicron. Dus we zien dat die druk op de zorg wel te beheersen is. De bewindsman geeft verder aan dat de maatregelen zijn afgebouwd. Echter is het dragen van een mondkap nog altijd een advies van het ministerie van Volksgezondheid. Op dit moment zijn er geen beperkende maatregelen voor wat betreft COVID-19. Dus we hebben geen beperkingen meer. Het is enige is, het zijn aanbevelingen die ieder kent. Nog steeds als je een feestje houdt of als je een samenkomst hebt, we hebben protocollen die nageleefd moeten worden, zoveel als mogelijk. En dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de samenleving en de sector of zo. We zien, ik heb wel mijn kritische kanttekening af en toe geplaatst, nog steeds. Dat we zien dat de sectoren misschien minder investeren of minder aandacht geven aan het aspect van COVID-19. Waar je vroeger nog een sanitizer zag en andere dingen, dat je dat nu niet meer ziet. Het is meer de verantwoordelijkheid van die samenleving. Minister Ramadan benadrukt dat er nog steeds COVID-19 gevallen zijn. Het virus kan nu een dreiging vormen voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met chronische ziekten. Ook andere landen in de wereld hebben diverse COVID-19-maatregelen afgebouwd in de afgelopen maanden.